Alex Bangura, toon nog eens één keer aan de camera dat prachtige gouden kampioenschild. Ja. Mooi toch? Fantastisch. Als je zo'n mooie schild kan winnen, hier doe je het voor. Hier doe je het voor. Het was een hele speciale avond natuurlijk met het publiek er weer bij. Heb je genoten? Ja, natuurlijk. Gelijk vanaf het begin kom je op het veld, zie je al mensen op de tribune. Dat geeft toch gewoon een goed gevoel, want uiteindelijk voetballen doe je toch wel voor de supporters natuurlijk. En als je hoort hoe erg ze ons steunden, eerste helft, tweede helft, dat geeft gewoon een heel goed gevoel. Ja, ik heb wel genoten. Supporters erbij. Ik vind echt dat we het knap gedaan hebben, hè? Tegen een fysiek zeer sterk De Graafschap. En we hebben 2 weken feest gehad. Ja, vaak gaan die wedstrijden, ga je naar de kloten, verlies je. Ja, hebben we gewoon goed gedaan. Hè? Een mooi goal gemaakt. En zij scoren uit een standaard situatie waar ze heel goed in zijn. Hè? En er was nog een indraaiende vrijtrap die ze binnen konden koppen. Maar wij kregen, wij kregen in het begin wat kansen. Maar het was vrij gelijk opgaand. Hè? Wij voetballen wat makkelijker. Maar mooi, puntje, klaar. Je hebt de supporters nog een doelpuntje kunnen geven. Deze wedstrijd kwam misschien ook wel op het juiste moment, hè? Om nog even die schaal te laten zien. Ja, mooi. Supporters erbij, supporters voor. Zijn gelukkig nu allemaal lekker naar huis. Heerlijk. Dus daar ben ik heel blij mee. Ja, ik kon hem even laten zien, hè? En dat hadden we ook verdiend. En de supporters ook. Het was niet dat we het makkelijk maakten voor hun, natuurlijk. Je kan wel zeggen van ja, we zijn een kampioen, we hebben alles. Maar ik vond energie, het zag er energiek uit. En tweede helft gelukkig die 1-1 gemaakt. Mooie assist van Isa, Gio, die hem goed binnenknapt. En dan hoop je misschien nog stiekem op die 2-1 natuurlijk. Maar goed, 1-1, prima resultaat toch? En het is hier alweer een feestje, zowel in als buiten het stadion. Went dat al een beetje of went dat eigenlijk nooit? Nee, dat kan niet wennen. Als je ziet, na de wedstrijd worden we gehuldigd voor die supporters. Ererondje met die supporters, met de schaal en plus... Deze mooie schild, ja, dat is geweldig. En dan nog even op het balkon staan. Dat zijn toffe dingen om mee te maken.